4 jaar geleden kreeg wandelorganisatie NEMO deze prachtige plek aangeboden in het Amsterdamse Westerpark. Vanaf het moment dat we hier kwamen, waren we onder de indruk van alle vogels die hier rondvliegen. En in de winter zagen we opeens de ijsvogel. En we hoorden en we lazen overal dat de ijsvogels de winter eigenlijk heel moeilijk kunnen overleven. NEMO is een vereniging als een boom met veel takken zou je kunnen zien. Cultureel historische tak die onderzoek doet naar de geschiedenis van het gebied. De botanische tak die excursies gegeven op plantengebied. De ornithologische tak worden excursies gegeven op vogelgebied. En natuurlijk de wandelende tak. En op één tak ging ineens een ijsvogel zitten. En toen kwamen we op het idee om een nest voor ze te gaan bouwen. Het was zo'n groot succes dat afgelopen jaar de vogelbescherming met het verzoek kwam of ze bij ons in de nesten een webcam mochten plaatsen. Wij waren er blij mee. Het is goed voor de ijsvogel om meer bekendheid te krijgen bij de mensen. Dus ook daar zijn ze ongeveer een half jaar mee bezig geweest om dat technisch allemaal voor te bereiden en goed te organiseren. En sinds 1 maart zijn de webcams van Beleef de Lente geopend voor de mensen om onze ijsvogel, de Nemo-ijsvogels, vanuit hun luie stoel te kunnen volgen. Ijsvogels vlak voor het nest enzovoort, maar ze wilden maar niet het nest ingaan. En dat lukte maar niet en hoe we het ook probeerden, ze wilden maar gewoon niet eitjes gaan leggen, jonkers grootbrengen enzovoort. Op 1 maart, toen de camera's online gingen, wat schetst onze verbazing? We zien een ijsvogel letterlijk het hol ingaan en het nest perfectioneren. Steentjes werden goed gelegd, het kuiltje werd een beetje verder uitgepikt. Het waren beelden die wij de afgelopen 6 jaar nog steeds niet hadden gezien, dus de start was bijzonder veelbelovend. Nou, dit is de schuilhut of de kijkhut. Die hebben we gebouwd precies tegenover de roetwand aan de overkant van het poeltje. En zo gemaakt dat als je hier zit, dat de ijsvogel niet verjaagd wordt. En zelfs zo gemaakt dat als je het paardje aankomt lopen er naartoe, dat de ijsvogel je ook niet kan zien. Dus dit is eigenlijk het enige plekje in het hele bos waar af en toe nog wel iemand mag komen, omdat we weten dat dan de vogels niet verstoord worden. Nou, hier heb je dus een prachtig uitzicht op de broedwand met twee nesten. Kijk, daar komt hij aan. Hij zit nou in de vlier. En je hebt een mooi uitzicht op de tak die daar in het water staat. Daar hopen we natuurlijk ook veel te zien. Paringen en visoverdracht. En als er eenmaal jongen zijn, hebben we vorig jaar kunnen zien. Dan gaan ze stevast, als ze hun jongen gevoerd hebben, gaan ze op de tak zitten. En dan gaan ze soms tot wel 10, 15 keer in het water duiken om zich weer schoon te maken. Omdat het nest met de jongen erin is zo vervuild van braakballen en uitwerpselen dat ze zich na elke voerbeurt uitvoerig gaan wassen. En behalve de ijsvogel is het hier ook wonderbaarlijk vol met andere vogelgeluiden. De roodbosjes, de zanglijster, de meesjes, allerlei soorten koolmeesjes, de bonte spechten. Het is heerlijk om hier te zitten en al die vogels te zien rondvliegen. Iedereen is welkom om te komen kijken naar de ijsvogel. Tot 1 april kun je heel goed binnenkijken en vanaf 1 april zijn we elke zondagmiddag open van 1 tot 5 en kun je buiten
achter het scherm naar de ijsvogel kijken. Wel even aanmelden dat je komt.